Ja, dat goede stevige hardrock niet dood is bewijst de band Van der Buis. Ze spelen op alle grote festivals, stonden al in het voorprogramma van de rockgoden van Saxon. En ze openen komende zomer het hoofdpodium van het Hellfest in het Franse Clisson. Willem, zo is het toch? Ja, het is een droom die werkelijkheid wordt. Kijk aan, jongen. En zo'n gitaar, die heb ik al lang niet gezien, zeg. Dat hoort er helemaal bij, hè? Natuurlijk, ja, flitsen. Anders is niks, hè? Natuurlijk. Ja, nee, en hard, hè? Hard moet het. Ja, gewoon zeker. Zoals in de jaren 70, 80? Ja, precies. En die muziek die leeft nog, dat merk je gewoon. Er zijn heel veel mensen voor. Precies. Er zijn nog bandjes die dat spelen alsof het de dag van gisteren was. Ja. Oh jongen, ik kan niet wachten. Wat wordt het? En hard, hè, alsjeblieft. Into the Fire. Hard? Hard. Heel hard? Heel hard. Graag. Zaterdagavond staat Van der Buis in Bitterzoet hier in Amsterdam met het album In Dutch Licht in de Winkel.